Hoi en welkom bij een nieuwe video. Ik ga het vandaag met jullie hebben over het verschil tussen bronzen en contouren. Ik heb hier eventjes mijn favoriete bronzer erbij genomen en mijn favoriete contourkitje. Wat is nu het verschil tussen deze twee producten? Wel, eigenlijk heel eenvoudig. Een bronzer is iets wat heel gemakkelijk te gebruiken is en kan dagelijks voor iedereen gebruikt worden. Je gaat vandaag zien bij mij, ik heb nog helemaal niks van contour, blush of bronzer op. Dus ik zie er eigenlijk vrij bleek uit. Mijn huid is één en dezelfde toon. De bronzer gaat daarbij helpen. Bronzer is altijd warm van ondertoon. Dus de kleur is een heel stukje donkerder dan wat je normaal gezien qua poeder gaat gebruiken om af te poederen. En we gaan dit aanbrengen met een grote fluffy kwast. Even zo mee laten kijken. Dit is een kwast die je ook perfect kan gebruiken om je gelaat mee gaan af te poederen. Bronzer is dus steeds een warme kleur. Heel gemakkelijk in gebruik, want wat ga je eigenlijk doen? Je gaat een sun-kissed effect creëren. Dus we gaan eventjes naar de huid kijken, naar het gelaat kijken en denken van waar gaat de zon het meeste op invallen? Als je mooi gaat bruinen in de zomer, dan gaat dat vaak het voorhoofd zijn, dus hier, op het puntje van je neus, de wangen en eventueel kan je een klein beetje de hals meenemen. Niet zozeer omdat daar de zon op invalt, maar vaak omdat we daar een klein stukje lichter zijn dan elders. Dus ik ga eventjes mijn bronzer mee aanbrengen. Ik ga hier met mijn grote kwast mee ingaan. Ik klop altijd mijn penseeltje eventjes mee af. Gewoon dat er de meeste fallout er vanaf is en dat dat ook niet op mijn kleren gaat vallen. En wat ga ik dan doen? Dan ga ik beginnen op mijn voorhoofd met het aanbrengen. En je mag dit best wel zien. Het moeten geen strepen zijn. Je blendt dit mooi uit. Er nog eens eventjes bij in. Mijn wangen. Puntje van mijn neus. Wat gaan we doen? Als we klaar zijn met de bronzer, dan kan je eventjes je kwastje op je hand uitkuisen of uitkloppen dat het overtollige poeder eruit is. En dan gaan we over heel het gelaat om alles mooi in te blenden. Je gaat onmiddellijk zien, dat geeft kleur aan je huid, dat geeft onmiddellijk een gezonde gloed. Dus het is niet de bedoeling om met bronzer echt strepen te zien staan. Het is vooral de bedoeling dat het kleur aan je huid geeft. Ik ga eventjes wat dichterbij komen en dan kan je dat ook onmiddellijk zien. Dat het er toch al een stukje gezonder uitziet. Als volgende stap neem ik mijn contourpoeder erbij. Dit is een setje van Sleek waarbij ik mijn contourpoeder heb, highlighter en blush. Wat gaan we nu eigenlijk doen met een contourpoeder? We gaan bepaalde delen in ons gelaat sterker naar voren proberen te krijgen. Dus wat wil dat zeggen? Op de punten waar we het kunnen gaan aanbrengen, dat gaat ervoor zorgen dat ons gelaat optisch er iets anders gaat uitzien. Dit is niet zozeer moeilijker om aan te brengen, maar dit wordt minder snel gedaan dan een bronzer. Een bronzer is echt heel, heel los. Een bronzer is ook warm van ondertoon. Dus gaat vooral zorgen voor een hele warme, gezonde gloed aan het gelaat. Hiermee gaan we contouren. Dus hiermee, dit is een koelere ondertoon. Je gaat het ook onmiddellijk zien. Als ik de twee productjes langs elkaar leg, dus dit is koel en dit is een warme ondertoon. Met die koele ondertoon gaan we dus eigenlijk ons gelaat wat gaan aanpassen. Wat gaan we doen? Altijd eerst even de bronzer aanbrengen en dan ga ik in de contour. De contour ga ik aanbrengen met een dun schuimpenseeltje. Ook het verschil ten opzichte van de bronzer. De bronzer doe je echt los met een grote kwast. De contour gebruik ik hier mijn klein schuimkwastje voor. Dus ik neem een klein beetje contourpoeder. Ik breng mijn contourpoeder meestal aan onder mijn jukbeenderen. Dat geeft een slanker effect in het gelaat. En laat de jukbeenderen mooi naar voren komen.
Ik breng dit ook een klein beetje langs de zijkanten van mijn voorhoofd aan, om ook mijn voorhoofd wat een smaller effect te geven. Je kan dit ook langs de rand doen van je nek, om deze iets scherper te maken. Dat doe ik zelf niet zo vaak, dus ik ga hem eerst aanbrengen onder mijn jukbeenderen. Het makkelijkste om te doen is je wangen naar binnen zuigen. Zo. En dan op dat moment ga je eigenlijk een lijn zien komen van aan je oor naar je mond. Wat ga je doen op die lijn? Zet je je kwast en ga je op en neer bewegen. Eens dat je de lijn hebt gezet die nodig is, dan ga je dat rustig naar boven tuwen. Dus je zet eigenlijk eerst een lijn en dan ga je die rustig gaan vervagen naar boven toe uit. Niet naar beneden, we gaan ze niet tot in onze hals doortrekken. We gaan rustig naar boven toe blenden om alles mooi samen één geheel te geven. Hier gaan we. Zien dat dit weer een heel ander effect geeft. Dus dit is met contour, dit is zonder contour. Ook weer, ik wil het vervagen in mijn brons, in mijn bronspowder. Ik ga het ook vervagen zo dadelijk met eventjes nog wat blush bij aan te brengen. Maar als je goed kijkt en ik beweeg mijn hoofd, dan zie je dat er één scherpere lijn staat. Maar in zijn geheel moet dat mooi overblenden. Ik ga de andere kant ook eventjes meedoen. Je gaat ook niet tot aan je mondhoek, je gaat echt zo tot halverwege. Met een weer proper gemaakt kwastje kan je nog eens over het geheel gaan. Dan ga ik ook even nog mijn voorhoofd mee contouren. Doe dit goed aan je haarlijn. Dat we dat niet gaan zien dat daar een andere streep zit. Hè? Ik ga ook snel met hetzelfde kwastje doe ik daar wat blush bij aanbrengen. Dit doe ik over mijn gebronst en over de rand met het contour. Andere kant hetzelfde. En dan kan je nog altijd een klein beetje afwerken met wat highlighter. En dan zijn we klaar. Het belangrijkste is blenden, blenden, blenden. Alles moet in elkaar uitgeblend worden. Twee belangrijkste keuzes die je moet maken. Contour steeds koud. Bronzen steeds een warme kleur. Vind je het moeilijk om alles mooi in elkaar over te blenden? Ga voor een bronzer gaan in plaats van voor een contourkleur. Hier kan je ook al een klein beetje mee gaan spelen. Maar een bronzer gaat het meeste effect hebben. Contouren is echt meer als je er de tijd voor hebt. En dat je graag je gelaat een klein beetje wil gaan aanpassen. Maar zeker bronzer is een leuke extra. En zou ik aan iedereen adviseren om terug die warmte in het gelaat gaan te krijgen.